Ja, oh, ik zie het al, hè. Oh. I love it. Dit is toch cute. We hadden even wat struggles met de scharnierkus. Kijk hoe ik dit daar het mooist in kan zetten en krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Hoi, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag een nieuwe verhuisvlog. Yeah. In deze verhuisvlog heb ik weer een aantal hele leuke dingen voor jullie. Onder andere een nieuwe salontafel, kleed en ik ga het badkamermeubel inruimen. Ik begin gelijk dat de salontafel is binnengekomen. Ik heb jullie niet meegenomen in het proces van het zoeken naar de salontafel. Maar ik heb hem gevonden. Oh my god. Hij is net binnengekomen en ik heb hem van een winkel die ik eigenlijk helemaal niet ken. Ik zal het linkje zo van de tafel even hieronder in de beschrijving zetten. Mocht je nog niet weten welke stoeltafel ik nu heb, dat is deze. En het is eigenlijk aan de binnenkant zo. Ik was hier gewoon in de eerste instantie gewoon helemaal verliefd op. Naarmate ik dus langer hier woon, ga ik er toch afscheid van nemen. Ik weet nog niet of ik hem ga houden in mijn huis. Of dat ik hem bijvoorbeeld naar boven doe. Ik weet het echt nog niet. Of dat ik hem misschien wel ga verkopen. Deze beauty. Het is dus eigenlijk een opbergding voor naaispullen. En dus hieronder zit dus ook nog opbergruimte. En daardoor vond ik hem dus heel erg fijn. Alleen hij matcht gewoon niet zo echt meer met mijn bank. En ik ben er gewoon dus een beetje klaar mee. Dus dit was de oude. Op naar de nieuwe. Van het merk Be Pure Home. En hij heet dus Antique Dress. En dat vond ik dus heel erg leuker aan. Hij heeft dus als het goed is een beetje zo'n vintage vibe eraan. En ja, oh, ik zie het al, hè. Oh. Ik denk dat dit echt super mooi gaat zijn. Ik haat piepschuim alleen. Look. Dit is hem. I love it. Eigenlijk is het dus een bijzettafel. En zie je, er staat ook side table. Alleen ik wilde niet van formaat veranderen. Omdat ik een grote salontafel niet in mijn huis vind passen. Dus ik wil nog steeds dit formaat aanhouden. Deze is eigenlijk precies hetzelfde. Dit is toch echt cool. Hij lijkt echt gewoon zo lekker vintage. I love it. Alleen wat is dit? Een soort van... Het lijkt wel een soort van lijm wat ik er niet af krijg. Waar gaan we deze zetten sowieso? En ja, er komt nog... Wat is dit? Oh, spierschuim. Er komt nog een kleed aan. Ik denk dat ik in deze verhuisvlog ook het kleed ga zoeken samen met jullie. Zoveel beter. Wauw, oh, ik ben hier zo blij mee. Ik moet wel echt even wennen, want het is natuurlijk echt heel iets anders dan wat ik hiervoor had. Maar I love it. En ik vind het leuk dat het zeg maar echt zo'n vintage vibe is en hoe cool dat mijn view hierin weer spiegelt. Ik ga eerst eventjes kijken, want dit is dus los. Dus ik ga eerst die dingetjes hierin doen. I love it, mis alleen nog een kleed. Echt heel chic, minimalistisch, clean en dat goud vind ik echt super nice. En hier zijn die dingetjes. Het is ook goed, hè, om het gelijk eventjes schoon te maken. Ik ga het wel eerst even schoonmaken. Mijn ouders zeiden altijd, Amanda neem nooit een glazen tafel, want qua schoonmaken is het gewoon vervelend. Maar kijk, deze is helemaal niet zo groot en ik vind het echt prachtig. Volgens mij moet het zo dat het eraan blijft plakken. Beetje rare constructie dit, maar het zal wel. Oeh, ja, ik snap het. Heel nice. Ik zit ook echt al helemaal na te denken wat voor kleed ik hier moet doen. Ik denk dat ik zelf voor een beige of crème kleur kleed ga. Ik heb natuurlijk, de bank is best wel pittig qua kleur. En ik denk dat als je een soort van beige of
crème kleur tapijt, dat het best wel neutraliseert. En dat het dus echt even kalm wordt, want dat wil ik gewoon. Ik wil gewoon echt een peaceful en kalm huis natuurlijk. Misschien ook even handig als ik eerst even stofzuig. Deze stofzuiger is super chill. Ik had dus als idee om mijn prachtige planner hier ook op te doen, standaard. Ik dacht er ook aan om dit wat ik bij mijn bureau heb staan te wisselen met een normale kaars daar. Of misschien alleen dit. Wauw. Misschien too much. Laten we het nog even zo houden. Ik weet niet, het geeft echt die chique en verfijnde look die ik zeg maar miste bij de cozy tafel die ik hiervoor had. Dit vind ik toch wel echt even next level. Ja, echt heel erg blij mee. Ik had op Pinterest gezien dat het op zich ook wel leuk is om hieronder iets te doen. Dus ik dacht eraan om misschien een paar Polaroid foto's hieronder te zetten. Dan heb je een soort van cute effectje. Dus laten we nu op zoek gaan naar het perfect matchende kleed. Ja, ik wil trouwens heel graag deze mooie spiegel ophangen. Eerst dacht ik eraan om hem hier te doen. En eigenlijk om dit soort van te hiden. Ik heb namelijk... Oh, ik heb trouwens nog wandlampen gekocht. Die wil ik ook nog eventjes laten zien. Maar om dit eigenlijk soort van... Ja, te coveren, want ik heb er een paar. Ik heb er namelijk hier één, daar dus één. En ik heb er ook hier één. Ik vind dat iets te veel om zoveel wandlampen, zeg maar, te hebben. Misschien is het daar ook wel mooi. Deze is best wel zwaar. En ik mag dus, zoals jullie weten, niet boren in mijn huis. Dus ik dacht er dus aan om een spijker in dat gat hier te doen. Dus in een van die drie bovenste gaten. En daar de spiegel aan te hangen. Maar ik denk dat die sowieso te zwak daarvoor is. Maar ik zou het ook op mijn dressoir kunnen zetten. En dan misschien de hoed op de muur. Want dit is wel heel licht. Dit is echt weer zo'n random idee die in mijn hoofd oppopt. Ik ga deze ook nog ompotten. En in een andere pot doen. Nog even nadenken over welke. Ik vind dit heel cute. Ik moet hem wel even schoonmaken, zie ik. Zie je dat ook? Ja. Hoi, editing row hier. Ik zit eens te kijken naar dit beeld en ineens denk ik van... Het zou zo leuk zijn om de spiegel boven het dressoir te hangen. Daar heb ik toen niet helemaal over nagedacht. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ik heb geen idee nog hoe ik hem ga vastmaken. Maar omdat de ruimte best wel hoog is hier, is het wel leuk om met die ruimte zeg maar ook te spelen. En om de spiegel dus op te hangen, zeg maar, boven het dressoir. Alleen, ik heb dus geen idee hoe ik hem vast moet maken. Omdat de spiegel is, zeg maar, loopt een beetje bol aan de achterkant. Dus ik weet niet of ik daar een Tesa op kan plakken. En er is ook geen ophangding of zo in de spiegel zelf. Dus als jullie het weten, let me know. Ja, dat was het. Oké. Okay. Ik ga door met editen. De hoed. Oh, vergeet ik mijn spijker. En dan kan ik de spijker hier gewoon in doen. Kan ik de spijker hier in doen? Zit wel een beetje los. Maar wie weet, blijft deze hangen. Hey, look at that. Dit is toch cute. Zo even wat anders, weet je? Echt met die... plant zo vet mooi. Een paar van jullie hadden nog gevraagd hoe deze plant heet. Het is een strelitzia. En ja, super mooi. Mocht je trouwens mijn vorige verhuisvlog hebben gezien, dan weet je dat ik deze nieuwe bureaustoel heb gekocht bij de kringloop. En ik vind het echt nog steeds super mooi. En ik was toen aan het nadenken om de tafelpoten van het bureau in het zwart verven. Maar hoe langer ik er naar kijk, ik vind het namelijk heel erg zen om het bureau wit te houden en dus niet zwart. Dus ik vroeg me af of jullie goede tips hebben om deze
wit te maken. Dus dit misschien met een spray of zo. Want kijk hier, dit is dus van plastic. En dit is ook plastic. Is ook plastic. Dus ik vraag me echt heel erg af of iemand hier verstand van heeft en hoe ik dit het beste kan aanpakken. En dit dus dezelfde kleur te maken als deze. Dus als jullie het weten, let me know. Echt, ja, ik ben er over uit. Het wordt toch wit. En ik zou ze graag wat hoger willen zetten. Dus echt op zo'n, ja, wat hoger krukje dat die, ja, wat meer zichtbaar is. Het enige waar je nog steeds mee zit zijn deze draden hier. Dus, maar het is echt nog niet ideaal, vind ik. Ik vind het ook een beetje rommeliger uitzien nog. Dus daar zoek ik ook nog een oplossing voor. Oké, het badkamermeubel is af. Ik heb het niet gefilmd. Ik was met mijn moeder en heb het even snel in elkaar gezet. Maar dit is hem. Zo mooi. Echt, ik ben er heel erg blij mee. We hadden even wat struggles met de scharnierkus. Dat was niet makkelijk. Maar toen we het eenmaal door hadden, toen ging het wel. En ja, ik had hem iets groter verwacht qua inhoud. Dus als in dat plankje iets groter nog. Look at him. So cute. En hij was lekker makkelijk om in elkaar te zetten. Dit was hem. Hè? Dit was hem. Van Home. Home 24 had ik hem besteld. Ik zal het linkje hieronder even in de beschrijving zetten. De rest hebben we trouwens al weggegooid. Laat ik even mijn schoenen, hè? Even het rekje zetten. Huts. Zo. Beta. Ja, ik ga hem eventjes hier zetten. En dan ga ik kijken hoe ik dit daar het mooist in kan zetten en krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Let's go there. Ik hoop dat het mooi is. Ja. Oh. Oh mijn god, het is echt precies hetzelfde. Wacht. Precies dezelfde kleur als mijn bakjes. Echt een beetje dezelfde vibe. Ja. Ik ga hem niet helemaal hier tegenaan doen. Omdat ik dacht van misschien kan ik nog daarachter wat dingetjes kwijt. Mocht het niet passen. Ik vraag me dus best wel af hoe ik dit daarin ga krijgen. Vind ik het zeg maar handig om in dit soort bakjes te bewaren. Want dit neemt ook weer veel ruimte in. Want zo'n bakje kan natuurlijk ook wel erop. Dat ziet er op zich wel nice uit als je zeg maar het bakje op de wastafel doet. En dan dit hier gewoon, ja, gewoon los. Of misschien wel bijvoorbeeld bij Action of zo van die wat lagere bakken. Waar je toch wel, dat je toch een soort van, hè, kadering hebt. Ik was met mama naar Rattenplan geweest in Maassluis. En daar had ik dus dit super mooie bakje gevonden. En daar zitten nu mijn sieraden en zo in. Dit is wel cute, denk ik zo. Look. Ik dacht, misschien is dit ook wel cool om mijn make-up in te bewaren. Maar dat past niet. Ja, lastig. Ik heb even mijn haar in een knot gedaan. Want soms, hè. Ik denk dat veel meiden dit wel herkennen. Maar soms irriteert je haar je gewoon. Maar ja, weet je, het is wel leeg. Het zijn echt de beste maskers die er zijn. Everyday Bouncy, echt je huid gaat echt shinen. Ik heb ze bij Hua Ru gehaald. En dat is een Koreaans skincare winkeltje hier in Rotterdam. Oh mijn god, ik heb ook nog dit. Bubble mask van Sephora. Hierin dus mijn maskers. Die ga ik gewoon hier zetten. Zou het beter aan de zijkant kunnen doen? Joejoe. Why? Ja, ik ben echt een beetje OCD. Maar dat is gewoon de Virgo in mij. Oké, gaan we dit hier doen? Ja. Body lotions, huts, fluts.
Echt zo'n mooi bakje. I love it. Ik denk dat het wel erg handig is. Oh, ik ben heel blij met mijn kastje. Ik ga je natuurlijk zo nog het eindresultaat helemaal laten zien. Oké. Het is niet optimaal. Hij kan alleen niet super goed dicht. Kijk. Maar ja, weet je, voor nu ben ik gewoon even heel blij ermee. Het ziet er nu zo uit. Ik heb deze mand bewaard, want daar zitten tampons, maandverband, die overige watjes en zo. Dus dat heb ik eventjes daarin gedaan. Nu is het zo. Ja! Zo blij mee. Oh, wat een rust. Het kastje staat echt zo leuk. Het is helemaal mijn vibe. Ja. Heel blij mee. Yay. Nou, hier dus mijn sieraden. Dan daar mijn watjes. Yay, ik ben blij. Ik heb iets te lang over gedaan om mijn wastafelkastje te nemen. En oh, ik merk nu wel echt hoeveel rust het geeft. Dus daar ben ik wel erg blij mee. Het enige wat ik sowieso nu nog nodig heb voor in de badkamer is een doucherekje. En voor de kamer hiernaast, de berging, heb ik nog steeds een wasman nodig. Dit was alweer de verhuisvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bij deze wil ik jullie ook mededelen dat ik nu mijn vaste uploaddag van de woensdag ga verplaatsen naar de donderdag. Zoals je kan zien, ik had het al aangegeven in zo'n post. En ook op Instagram, mocht je me nog niet volgen. Alle linkjes staan hieronder in de beschrijving. Dus ja, voor de komende tijd elke donderdag om 8 uur een video. En elke zondag blijft het gewoon staan om 9 uur. Dus ik zie jullie weer in een nieuwe video. Doei, dankjewel voor het kijken.